Welkom bij de premium waardige review van Lego Star Wars The Skywalker Saga. Nu al premium waardig. Premium waardig. We gaan hier een tijdje lang over lullen, jongen. Dan word je helemaal ziek van. Somehow Lego Star Wars has returned. Nou ja, voor de 1000ste keer ongeveer. Ja. En überhaupt natuurlijk de Lego-serie. Die doet Legio spin-offs of eigenlijk ja, een soort van renditions van bepaalde franchises in hun Lego-franchise. Of in hun Lego-universum. Met Lego-blokjes de hele wereld opgebouwd. Lego Batman, kan ik me nog herinneren. Lego Indiana Jones. Die film was ook echt legendarisch. Lego. Heel vet, ja. Er zijn zelfs films van. Ja. Was er zelfs Indiana Jones Lego? Ja, en dit, volgens mij is dat Harry Potter, Lego Harry Potter. En nog iets met, ik kan me herinneren dat het een van de soort van construction, een cop, nee, politie. Ja, maar dat was een soort GTA in Legoland. Zoiets. Dat was ook best wel cool. Lego City. Waar heet dat, Lego City? Ik weet het niet meer. Maar ook, maar volgens mij niet zo lang geleden. Ik weet welke jij iets met een cop en de hele tijd een soort van stellages, een soort van construction buildings. Anyways, nu gebeurt datzelfde voor de, nou ja, echt de 99ste keer of iets dergelijks met Lego Star Wars. Ja. Of met Star Wars dus. Waarin dus nu de alle 9 films speelbaar zijn, als het ware, in Lego-stijl. Met de humor die daarbij bij komt kijken. Iedereen's favoriet zit erin. En Rise of Skywalker. Ja, eigenlijk wel. En The Last Jedi bedoel je. Let's not go there. En dat is het leuke. Je kan dus elke episode spelen. Ja. Je kan ook in het begin kan je dus kiezen welke trilogie je begint. Dus je kan eigenlijk bij de allereerste films van de trilogie beginnen. Dus je kan Phantom Menace beginnen, A New Hope en Force Awakens. Klopt, inderdaad. Ja. Ja. En dan speel je dus eigenlijk gewoon de episodes door. En als je hem uit hebt, dan mag je naar de volgende in diezelfde trilogie. En dat is een beetje hoe het werkt. Wat doe je dan tijdens het spelen? Nou, als je alleen het verhaal wil spelen, dan loop je vooral van punt A naar punt B. Eigenlijk ook meer hoef je over het algemeen. Soms moet je wat vijanden verslaan, maar over het algemeen is het echt alleen maar één rechte lijn lopen. Klopt. En dan vraagt hij ook, wil je doorgaan met het verhaal? Maar in de tussentijd word je vaak in een soort van kleine arena's, open wereldjes gedropt. En daar heb je een enorme verzameldrang. Ik wou zeggen, een enorme hoeveelheid aan fetch quests. Ja. Het is Lego Collector the Game eigenlijk natuurlijk een beetje. De levels en de gameplay zelf aan zich zijn niet heel erg bijzonder of indrukwekkend. Zeker niet qua complexiteit. Maar daar zit denk ik ook de kracht in van de game. Het moet zo toegankelijk mogelijk zijn voor iedereen. Ja. Zodat je het, je kan er met je ouders spelen als je zou willen. Je zou met je kids kunnen spelen. Neefjes, nichtjes, noem het allemaal maar op. Daar is het ook echt voor gemaakt, heb ik het idee. Want het is ook drop-in, drop-out multiplayer, co-op natuurlijk. Wat heel erg alleen offline of niet? Dat durf ik niet te zeggen. Want ik heb hem zelf singleplay gespeeld en heel even dan die co-op gecheckt. Maar dat was gewoon echt splitscreen naast elkaar, zeg maar. Maar een van de dingen wat me echt wel gelijk opviel, wat ik niet had verwacht om heel eerlijk te zijn. Ik vind de game er echt heel mooi uitzien. Zeker. Ja, het visueel, audiovisueel eigenlijk, want het klinkt ook fantastisch. Het voelt gewoon meteen. Ik had meteen zin om Star Wars te kijken toen ik deze game opstartte. Het ziet er inderdaad heel mooi uit. Het is een makkelijk steltje, maar nou, het komt misschien niet zo goed over in de b-roll die we hier hebben natuurlijk, omdat dit maximaal 1080p is op een wat lagere bitrate. Maar als je dit echt gewoon native op je tv'tje in HDR zit te spelen, dan merk je vooral dat vooral de oppervlaktes van het plastic ziet er zo insane Lego heeft uit. Een bepaalde look in het echt. Qua reflection, weet je, op een gegeven moment als het ouder wordt, dan wordt het een beetje matter, maar het glimt op een bepaalde manier. Ja. En die glimshit zit hier precies inderdaad ook in. Maar ook die oudere shit, want sommige zijn gewoon wat viezig en wat smerig, zeg maar. Dat zie je vooral tijdens de cutscenes. Het ziet er echt uitstekend uit. Ook als in de sneeuw lopen of zo, dan zie je gewoon. Dat had ik wel. Het ziet er natuurlijk. Het ziet heel veel is opgebouwd uit Lego-blokjes. Dat lijkt me vrij logisch. Maar als je op een planeet komt en het is een zandplaneet, dan is dat wel gewoon. Dan is dat wel een soort van semi-realistisch. Je had ieder zandkorreltje had een Lego-blok. Nee, wat mij vet leek, is als het dus een soort van de illusie had van dat het gewoon in iemands tuin was. Dus dat ze iets creatiever waren geweest met die omgevingen. Dat je, weet ik veel, wolken van gemaakt van. Van hoe noem je dat?
wol bijvoorbeeld, whatever, weet je wel, dat in ieder geval iets creatiever daarmee omgegaan was, want dat contrast tussen de Lego blokjes en het realistische, die haalt me er af en toe wel dat vond ik ook best wel gek namelijk, want wat ik al zei, de game ziet er op sommige momenten best wel mooi uit. Ik vind dit een van de mindere scènes als je het zo bekijkt, maar zeker als je inderdaad buiten bent. Het voelt heel erg, waarbij de voorgaande Lego games voelden wel heel erg bij elkaar passen, zeg maar, de characters en het wereldje, alsof het één en dezelfde stijl was. Ik heb nu wel echt heel vaak het idee, ook in Endor was dat het geval, en zeker ook Hoth en Tatooine net zo. Mm-hmm. Het voelde bijna als Star Wars Battlefront 2 maps in de Frostbite engine. Super gedetailleerd ook. Ja. En dan in één keer dat het Lego poppetjes erin rondrennen. En dat ligt natuurlijk wel aan het feit dat de graphics in het algemeen gewoon mooier zijn. Want al die Lego games hebben altijd wel dit gehad. Ik bedoel, het was altijd Lego in een soort van realistische wereld. Alleen de realistische wereld ziet er nu zo realistisch uit. Ja. Dat het inderdaad een beetje een gek contrast geeft. En daarom leek het mij vet als het een soort echt van zandbak achtige wereld was geworden, waarin dat gewoon iets meer in elkaar overliep. Sterker nog, ik heb me een aantal keer afgevraagd, had ik niet liever gehad dat dit helemaal geen Lego game was, maar dat dit gewoon met een soort van hele andere cartoony stijl de Star Wars saga in beeld bracht. Nee, wat voor mijn gevoel is wel, Lego is zo insane natuurlijk, weet je wel. En ook Lego Star Wars. Ik heb zelf thuis ook een paar dingetjes van Lego Star Wars gekocht, gewoon. Maar simpelweg, Lego, het is natuurlijk de nostalgie. Mm-hmm. Wat nogmaals, de gameplay zelf stelt niet zo heel erg veel voor. Het is de nostalgie en het is toch ook wel een beetje de variatie aan dingen die je kan doen. Als in, je kan met 380 verschillende karakters spelen. Ja. Dat is echt insane. Ja, 20 verschillende planeten. En elk vliegtuig kan je vrij bijna spelen. Ja. Maar die hebben wel weer, want we hadden het net over die verschillende verzamelopdrachten in die wereld eigenlijk. En dat is dus al die characters hebben weer een soort van eigen klasse. Dus je hebt een Jedi, je hebt een Bounty Hunter. En door middel van, en dat is altijd al wel een beetje zo geweest, door middel daarvan kan je bepaalde puzzeltjes wel of niet oplossen. En je kan dus ook free-to-play mode doen. En dan kan je dus altijd verwisselen van personages. Dan kan je personages kiezen die eigenlijk niet daar horen te zijn uit andere saga's, zodat je een puzzel op kan lossen die je daarvoor nog niet op kon lossen. Ja. Verder is het gameplay-wise ook wel, ja, ondanks dat dat blijft staan, want dat was het altijd al, is er wel degelijk wat veranderd. De combat is iets uitgebreider geworden. Je kan een soort van combo's maken. Je kan de lucht in. Het stelt niet heel veel voor, maar tegenover, vroeger was het echt alleen maar vierkantje indrukken. Ja, maar nu is dat komt natuurlijk ook omdat je al die characters hebt, die doen wel een soort van, nou niet allemaal, maar wat anders. Weet je, dat is natuurlijk een soort van de force push combo van een Jedi is anders dan de Mandalorian's blaster. Maar daarom heb je ook al, kijk, en hier zie je toch best wel goed dat verschil tussen die realistische graphics. Grappig dat jullie dat nu zeggen en dat ik dat helemaal niet, ja, ik heb het wel door had gehad, maar ik heb me er niet aan gestoord. Of ik heb nooit het is ook een beetje het kleurenpalet of zo, van wat niet dan helemaal gelt met Lego, maar fijn, het is ook niet echt een groot issue. Ik heb er nu maar niet aan gestoord. Ik vind het een gemiste kans, denk ik. En dat vind ik het eigenlijk al sinds jaar of dag, want het is altijd zo geweest. En dan heb je eigenlijk, je hebt lightsaber combat of gewoon inderdaad gewoon als Chewbacca rondrachen, maar die heeft natuurlijk ook een blaster. Ja. En die, dat is ook wel een beetje op de schop gegaan, want je hebt nu de mogelijkheid om te kofferen. En het voelt veel meer als een third person shooter aan, waar het vroeger gewoon. Precies. Het is een third person action game, inderdaad. Shooter, ja, inderdaad. Het is ook wel veel close combat. Maar wat je zegt over van. Maar het is super was simpel, het echt hè? Alleen maar XXXX. Daar kan je nu nog steeds dat is het grootste probleem. Zowel het verzamelen als er zit zelfs een skill tree in die heel onnodig gecompliceerd eruit ziet. Vooral ik vond het menu echt. Alle minuutjes zijn sowieso heel verwarrend. Langzaam ook. Altijd, want het meeste ben je in principe volgens mij bezig op je. Weet je, of map of vooral de quests. Omdat het is ook inderdaad een soort van questlijst van letterlijk hier tot Hof. Ja. En dat je denkt van, maar waar de fuck. Weet je. Maar gedesigned is alsof het 1994 is. Echt. En het is ook. Het popt langzaam op. En dus volgens mij, ik weet niet waar die altijd op opent. Maar in ieder geval heb ik altijd zoiets van, nee, ik wil niet dat hij hierop opent. Ik wil dat hij. Normaal bij games heb je bijvoorbeeld de option knop of de motion. Weet je, hoe noemen we dat? Die tactile touchbar. Dat je dan twee andere menus krijgt bijvoorbeeld. En dat heb ik nu niet echt op die manier meegemaakt. Het is gewoon de hele tijd ben ik in die menutjes inderdaad aan het zoeken wat ik eigenlijk aan het doen ben. Dus dat is
voor kids, want dit is, ja, jullie zeggen voor iedereen, ik vind het wel heel erg voor kids. Denk ik heel frustrerend en bijna niet te volgen om dat doorheen te ploegen. Nee, maar dat is het ding. Je hebt niks van dit alles heb je echt nodig. Zeker niet om dat verhaal uit te spelen. Want dat is nogmaals, dat is gewoon naar het volgende puntje op de kaart lopen en je kan door. Dus het zit, ja, want dat is dus het ding. Maar je haalt wel even een paar dingen door elkaar. Ik heb niet gezegd dat dit voor iedereen is. Het moet speelbaar zijn voor toegankelijk. Jong en oud. Want om heel eerlijk te zijn, weet je, in alle positieve dingen die deze game met zich meedraagt, en dat zijn er echt een heleboel, kan ik al wel zeggen, het is niet voor mij. Nee. Terwijl ik wel echt gewoon de klasse er vanaf zie drijpen van... Precies dat. Hier zou ik echt helemaal, zeg maar, als ik ja, kind was, zou ik kids. Helemaal lijp. Sorry, maar dit is echt voor kids inderdaad. Want ook de vluchtigheid waarmee je door dat verhaal racht... Het voelt voor mij als een gezinsgame. Het voelt echt Disney, zeg maar. Nou, ik en mijn ongeboren gezin vermaken zich er echt wel prima mee. En niks mis mee. Weet je, het is... ik loop wel altijd... Het is repetitief. Dat is het. Het is altijd hetzelfde. Maar ik zie mijzelf wel gewoon de rest van het jaar af en toe nog even zo'n episode inspringen. Als ik zin heb in Star Wars. Maar waarom? Want het is natuurlijk vrij vast gebaseerd op. Maar ze pakken hun Lego vrijheden. Weet je, af en toe, zoals net inderdaad, weet je, die hengel van Leia. Dat ze door de ruimte zichzelf terugtrekt naar de dingen. Dat soort dingetjes. Ja, dood en verderf zijn er over het algemeen ook wel uitgehaald. Als er echt iemand met een lightsaber door elkaar werd geracht, dan is het eruit. Maar waarom? Omdat ik je echt, wat ik zei, op het moment dat je die game opstart, dan begint die animatie te spelen met de Star Wars muziek eronder. En dan zie je al hoe de karakters met elkaar spelen. Dat deze mensen net zoveel van Star Wars houden als dat ik van Star Wars houd. Dat had ik letterlijk meteen toen ik hem aanzette. Het openingsfilmpje hiervan. Wat was dat ook geweest? Je ziet gewoon de verschillende sagas, maar je ziet de karakters ook een beetje met elkaar omgaan. Je ziet Ze zeggen de juiste dingen ook. Ze begrijpen wat we haten. Ze begrijpen waar we van houden. Qui-Gon Jinn, die zegt letterlijk, I've got a particular set of skills that I can use here. Wat gewoon een soort van, omdat Liam Neeson is. Maar dat is dus de hele tijd. Heel diep. Het gaat heel meta. Dat doet deze game bijvoorbeeld wel erg goed van, waar de gameplay echt voor kinderen is, inderdaad. Ja, ja. Is de humor echt voor iedereen. Precies. En zelfs bepaalde humor snap je alleen maar als volwassene. En het is ook nog zo heel erg goed. En het is met de juiste level van respectloosheid naar de franchise. En dus ook respect. Die net nog cheeky genoeg is. Ja. Dat ze ermee weg. Ja, maar ook, het gaat ook heel obscuur. Op een gegeven moment in Tatooine kwam je, ik weet niet of je bekend bent met het fenomeen Nobot. Dat is, er is ergens in de Phantom Menace is een cyborg te zien. 3PO type, maar dan zilver. En die staart een soort van eng dood de diepte in. En je hebt dus in als je een huisje ingaat op Tatooine, dan krijg je dus een soort van haunted house te zien. En dan is Nobot is dus een robot die ooit een meisje vermoord heeft zien worden. Dat is een hele backstory die ze er na de film natuurlijk bij hebben bedacht. Maar die zit er dus in. Dus ik heb hem gezien en op een gegeven moment was hij weg en ik kon hem niet meer vinden. Ja, super creepy was dat. Maar dit is dus het ding inderdaad waarvan je ziet van aan alles van het loopt over van passie. Dat durf ik wel oprecht te zeggen en het voelt ook echt heel erg authentiek. Maar dat betekent niet dat ik het automatisch ook cool vind. Nee, dat snap ik. En ik had ook op een gegeven moment denk ik, oké, er zitten heel veel zandgrapjes in, weet je wel. Zeker als je verschillende films gaat spelen, dan zitten iedere keer wel I hate sand, sand. Anakin heeft het gezegd, vonden we kut, hahaha. Dat op een gegeven moment wel. Maar als je gewoon in hapjes, vind ik het wel gewoon, ben ik weer even in mijn Star Wars wereld, hoef ik niet die hele film te kijken. Zie ik een paar dingen waarvan ik denk, dat is grappig dat ze dat erin hebben gestopt. Nou, dat. Zoek ik een blokje hier, zoek ik een dingetje daar. Heb ik weer een poppetje gevonden wat ik dacht, daar ga ik nooit mee spelen. Maar wel cool dat die erin zit. Nou, dat. Dus ik vind het collecten ervan, wat erin zit, is heel leuk. Dus weet je dat iemand al zegt van, als je dit en dit voor me doet, dan krijg je voor mij dit starship. En dan kan je daarin rondvliegen. Nou, dat is super tof. Hetzelfde als inderdaad het vinden van characters, die je trouwens ook kan kopen van tevoren. Gewoon letterlijk met in-game, weet je. Je moet natuurlijk alles in die wereld aan stront slaan. Dan kan je het kopen, maar je komt ze meestal ook tegen. Dat is ook zoiets waarvan ik dacht van, ik was te snel al veel te meta met mijn sidequests. Dus ik had zien van, ik heb dus een C3PO service bot nodig. Ja. Dus ik heb voor al die shit, weet je, kapot gemaakt om maar een service bot te... En letterlijk een half uur later kreeg ik in de game een service bot. Dus dat vind ik jammer, weet je. Ja. Dat is dan... Ja, het is heel raar dat ze dat niet uitleggen. Hetzelfde als met de droid, weet je, die had ik al gekocht voordat ik C-3PO tegenkwam. Welke saga of welke trilogie je in begint. Oh, dat kan heel goed. Ja, precies. Ik ben letterlijk bij één begonnen. Dus dat is misschien waarom dat is. En
het was misschien om mijn eigen ongeduldigheid hoor. Maar het is zo grappig dat jij zei het ook al. Je komt inderdaad die als je van cutscene naar cutscene loopt. Van A naar B om de volgende cutscene. En dus het verhaal langs te gaan. Ja, dan ben je heel snel door zo'n episode heen. Maar de levels. Dit is, weet je, elke planeet heeft 3 of 4 areas waar je kan lopen. En daarin is echt heel veel te doen. Wat je daarin doet is niet heel weet je, er gebeurt, het zijn niet heel veel 1000 verschillende dingen. Nee, het maar meestal op knoppen rammen en iets vinden. Shit zoeken. Gewoon, dit is shit zoeken en dus maar puzzels. De puzzels zijn meestal maar ook gewoon soms wat, weet je wel. Gewoon wat kleine locatiepuzzels, weet je wel. Ja. Kleine dingetjes die er liggen. Oké, die moet je doen en dan kan je weer verder. Rare jump puzzels heb ik ook al gedaan. Ik vind dat er zitten zoveel leuke dingen waar je niet per se, weet je, dat je je bijvoorbeeld verkleedt als stormtrooper en dat je dan niet beschoten wordt of zo. Dat soort dingen zitten er ook de hele tijd in. Dat je als je C-3PO, dat je hem gewoon uit 2 stukken kan halen en dat je gewoon met zijn lichaam kan rondlopen. Dat soort dingen allemaal, die heb je vaak niet eens nodig, maar ik vind het dan gewoon wel. Ja, dat. Er zit heel veel, en dat is dan, dat klinkt bijna negatief, maar onnodig. Er zit namelijk ook heel veel, zoals zo net zag je letterlijk gewoon Uncharted-stijl klimmen en klauteren. Ja. Er zit af en toe, kan je vliegen, weet je, zijn er gewoon een soort van schieten en vliegmissies. En nergens voelt het slecht of onaf of wat dan ook. Dat je ja, mag ook wel. Hij is al heel vaak uitgesteld. Ja, nee, fair enough. Maar hij is dus wel. Ik heb geen bugs gezien of gemerkt. Dus de game is inderdaad wel echt clean en af. Ja. Dat vond ik heel tof. En op een gegeven moment, af en toe vond ik het inderdaad heel leuk om gewoon bepaalde puzzeltjes te doen. Maar van heel veel dingen ook, weet je, de kyberblokjes en wat dan ook, waarmee je dus kan upgraden. Ja, die upgrades, die heb je eigenlijk niet nodig voor de rest van de game, want je kan alles met X uitspelen. Dus ja, ik wou net zeggen, je kan het doen, maar het is zeker niet nodig, inderdaad, nee. Je bent staf aan het zoeken, maar de reward van waarom je echt die dingen naar op zoek gaat, dat is er niet echt. En dat vind ik heel jammer. Die reward is er wel, maar niet in de gameplay. Dus het is dat ik obscure karakters tegenkom omdat ik ergens naar op zoek ben gegaan. Dat ik een soort van Star Wars punt krijg, waarvan ik denk, haha. Ja, fair. Het is gewoon, ik vond het een heel relaxed. Het is heel relaxed. Het is gewoon lekker. Het is heel gemoedelijk. Ja, heel erg gemoedelijk. Maar ook over al die karakters, weet je wel. Ik moet zeggen, een van de dingen die ik echt heel goed gedaan vond, uiteraard de muziek, maar ja, probeer muziek maar eens op te fokken in een Star Wars game. Ze hebben het hier wel uitstekend gedaan. Ja, daarom. Maar vooral de voice acting. Ik vond de voice acting echt heel goed gedaan. En, je hoort af en toe wel natuurlijk dat het niet de originals zijn. Maar Billy Dee Williams zit er bijvoorbeeld in. Anthony Daniels doet zijn eigen karakter. Maar sommige andere karakters die worden ook weer gedaan door de mensen die de shows doen. Bijvoorbeeld de animatie. Als wij nu bedenken dat we iets met C-3PO willen doen, dan komt Anthony Daniels. Die komt opdagen. Die man die heeft echt, die houdt er wel van. €1000 aan een vliegticket, dan komt hij wel in. Zeker. Ja. Als hij maar genoeg screentime krijgt. Oh, ja. Dat klopt. Dat was, ik vond het echt heel goed gedaan. Wat ik een beetje raar vond trouwens, is de game ziet er best wel goed uit. Maar alle cutscenes zijn in één keer echt 30 fps en stotteren soms. Nou, en ik heb af en toe ik heb de PlayStation 5 gespeeld. Lange laadtijden voor iets dat helemaal niet lange laadtijden nodig Als je een nieuw spaceship krijgt of zo, dan duurt het ook. Van alles. Ja. Ook dus nogmaals, het menu pop-up duurt heel lang. Maar ik vind het ook vet. Kijk je dus op die schermen, zie je echt zo'n intergalactic versie van Keyboard Cat. Weet je wel? Er zit nu natuurlijk volgens mij, maar ik heb die laatste niet meer gespeeld. Ik heb volgens mij echt alleen vroeger de prequel Lego Star Wars gespeeld. Daar was het in ieder geval. Was het gemompel. Dus het feit dat ze praten is volgens mij ook wel nieuw aan deze game. Kijk, dat durf ik niet te zeggen, maar het is goed gedaan in ieder geval. Maar die dialoog is ook gewoon. Ze halen iedere keer. Ze gaan aan de haal met wat er funny aan is. Het is een eigen rendition van. Ja. Dus het is niet loosely based. Het is nog steeds vrij getrouw, weet je. Maar ze hebben gewoon ze hebben wel genoeg vrijheid gepakt om er een Lego verhaal van te maken. Ik vond het een heel vet detail dat je stormtroopers hun helemaal af kan schieten en dat als je in hun been schoot, dat je ze ook echt zo. Dat zit dat soort dingetjes en onnodig nogmaals. Maar er zit heel veel. Er zit best wel veel. Ja, diepgang is er niet. Breedte in de game. Ja, heel veel. Bij Lego. Wat dan wel ontbreekt, vind ik voor mij, is. Diepgang. Nee, het ding is inderdaad wat je zegt van het is Lego. En met Lego. Is voor mij is altijd fantasie, ultieme vrijheid. Ja. Dat zie ik er eigenlijk niet echt in terug. Nee. En het ding is ook van, je merkt van, qua content, meer dan genoeg. Weet je wel, precies. Het is super breed. Er zit zo ontzettend veel in. Ja. Wat ik al zei, 400 karakters, 20 planeten. Je kan er overal naartoe. Weet je, het voelt als,
Nintendo zou hier nog zo'n vette gameplay schoen aan kunnen geven, weet je wel. En dat het, dan heb je echt gewoon een topgame. En dat ontbreekt er voor mij nu nog een beetje aan. Het is toch veel te basic om me echt lang geïnteresseerd te houden. Basic, ja. En dat is zo zonde. Voor kids is dit verreweg beter basic genoeg. Ja. Weet je, is dit, en dan, ja, dan wil je basic. Nee, maar daar zijn voor hun... Het feit dat je al die verschillende karakters mee kan spelen, is meer dan genoeg. Want dat is al nieuw, weet je wel. Ja. Kijk, als je bij Mario of any Nintendo, behalve Kirby, eigenlijk als je het einde van het level wil halen, is dat over het algemeen easy. Of in ieder geval heb je een hele lange learning curve voordat het echt moeilijk wordt. Maar als volwassene kan je er inderdaad meer uithalen door alles te willen verzamelen in een level. Maar het ding is, daar zit het geïntegreerd in het level design. Dus als jij gewoon dat level aan het spelen bent, maar je bent het met je volwassen mindset aan het spelen en al aan het nadenken van ik wil alles, dan zie je gewoon in dat level, oké, ik denk dat daar zomaar een schrijver in kan zijn. Of misschien moet ik hier dit doen en doet dat hier ook wel in, maar ja, behalve dus dat het wel echt je moet wel afsplitsen van het pad wat het echte level is. Heel erg. Nou ja. Of in ieder geval er is niet echt. Als je dus de main story, dan zijn er niet echt levels. Het zijn alleen maar soort van set pieces waar je doorheen loopt. Ja, nou ja, je hebt wel soms zit het wel gangetje als je in een of andere Star Destroyer terecht komt of zo. Dus dat, maar inderdaad, het is oh, dat ook. In die spelwerelden is het gewoon, dan moet je helemaal losgaan en je eigen ding gaan doen en dan verlies je eigenlijk een beetje het verhaal. Wat vonden jullie van die battles? Hoe noem je een battle in de lucht? Een dogfight. Space battles, dat is inderdaad wat ik zocht. Wat vonden jullie daarvan? Dit is een space battle, niet in space. Maar... Nee. Nou ja, ook dit, gewoon heel erg makkelijk. En je zal bijna niet aan mijn strot horen komen. Maar ik had hier wel een fucking hard mode in willen hebben. Het ding is, van we hebben dit soort gameplay... hebben we al natuurlijk vele malen beter gezien. Bijvoorbeeld Starfighter Assault in Star Wars Battlefront 2. Oké, dat is misschien iets te DICE-achtig. Maar dit voelt ook heel erg Rogue Squadron aan, weet je wel? En dan is Rogue Squadron met zijn 20 jaar oude gameplay... is gewoon uitgebreider, stuurt beter, is vetter. Ja. Maar dit zit er wel in. Ja, nee, natuurlijk. Het is wel leuk voor de variatie. Het is een van de 100 dingen die je kan doen inderdaad in de game. Maar omdat ze 100 dingen in de game hebben, is alles een beetje... Hetzelfde. Ja, klopt. Heeft het een beetje een Ubisoft syndroom? Ja, misschien wel een beetje inderdaad, ja. Ja, want dat is het. Die game is echt heel breed, maar gaat nergens heel erg diep gaan. Ik denk dat het ook weer te maken heeft met dat het dus toegankelijk moet zijn voor alles en iedereen. Je weet, de knoppen zijn bijna overal hetzelfde bij wat je ook doet. Ja, ja. Ja, nee, ja, in principe. Er zit niet heel veel variatie in. Maar ja, ik vind dat dus erg zonde dat er nergens inderdaad echt iets van diepgang zit. Ja, misschien alleen in de echt, als je dan helemaal erg op zoek gaat naar de enige, weet je, dat steegje waar dan toevallig iets grappigs wordt gedaan, wat ook met Star Wars een pun geeft, of weet je, een grapje erover maakt of van maakt. Ja, dat is natuurlijk wel super hardcore klein iets om dan die game helemaal voor door te gaan ploegen. Want op een gegeven moment, je kan makkelijk, denk ik, 6 uur bezig zijn in één zo'n fucking locatie. Dus ja, als je dat op 10 planeten doet met 3 locaties, er zit wel 100 uur aan content in die game. Terwijl als je het door het verhaal rusht, heb je de kortste singleplayer zo'n beetje van het jaar. Ja. Dus dat is heel gek. Je hebt denk ik zo'n 5 missies per episode of zo. Ja, missies, ik denk dat je in een uur door een episode bent. Als je, ja, zoiets. Een uur, anderhalf uur. Ja, precies. Als je echt er doorheen rent. Want inderdaad, het is gewoon heel veel cutscenes kijken. En hier en daar inderdaad af en toe wat droids of komt er iets op je af. Van nu moet er wat gebeuren. Ik snap wel wat je bedoelt met dat je Lego... Je hebt die ruimte dan en dan staat er een speeder. En dan kan je rondvliegen en dat is... Maar je kan eigenlijk niet zoveel. Precies, er is een speeder. En er is ook wel een keer een speeder leveltje, weet je, of wat dan ook. Maar dat is het ding. Kijk, voor ons... Kijk, die mount is hetzelfde als alle 500 andere mounts die er toevallig anders uitzien in de game. Het is exact hetzelfde. Maar voor kids is het totaal anders. Is het hetzelfde als dat ik met mijn Batman motor gewoon zo door het huis... Dat. 2 uur lang. En... Ja, maar daarom. Dat is zonde. Maar en het enige wat je hier dan is... Ja, maar voor is jou, meer kijk, voor jou is met de Batman auto zo... Is hetzelfde als met de Batman motor. Maar voor kids niet. Nee. Weet je wel? Die denken, nee, dit is een auto. Dat is compleet anders dan de motor. Ik wil er even bij zijn dat ik ook niet nu nog met mijn Batman motor door het huis... Maar wel. Jawel. Nee, maar dat het enige wat het nu reward is dat je af en toe nog wat credits krijgt, zeg maar. Maar dat had veel meer moeten zijn, inderdaad. Dat is gewoon zonde. Ik mis gewoon een gameplay loop die me echt hoekt. Precies. En dat zit er helaas niet echt in. Nee, maar het is gek dat ze wel die illusie van diepgang geven door dus inderdaad zo'n weirde
onnodig complexe skill tree toe te voegen. Je hebt dit level, hè? Je kan hier letterlijk, er is gebeurd zo veel op, ja, is de Mendo, ja, op één locatie. Hier wat er allemaal 1000 puzzels, heel veel kyber dingetjes. Alleen inderdaad, ik vind dat leuk. Ik hou echt van fucking dingen verzamelen en puzzeltjes voor die kyber dingen. Ah, dat zit hier. Heb je nou Baby Yoda achter je aan? Ja, Baby Yoda komt gewoon letterlijk achter je aan. Dus wanneer je de gun pakt, gaat het dingetje dicht. Wat? Dat is amazing. Maar dat ik gewoon, dat is het oog voor detail en grappige quirks. Weet je, dat zit er heel veel in. En dat is echt wel heel goed gedaan allemaal. Ja, maar inderdaad, als ik al die shit aan het doen ben... en uiteindelijk inderdaad is het voor een of andere hele domme skill tree alleen maar die niks doet. Ja, waarom ben ik dan al die puzzels aan het oplossen om dingen te collecten? Ja, en op een gegeven moment is... Volgens mij als je van al die daar links, die links, scavenger, scoundrel, bounty, als je er één van hebt, dan ben je in principe ready to go. Ja, is het ook. Dus het rest is alleen maar sparen voor de leuk. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Het is gewoon vet inderdaad om met een young Chewbacca of een dit of een dat te spelen. En wanneer je dan, weet je, je kan ze namelijk altijd gewoon in een level, kan je ze wel gewoon switchen. Mm-hmm. Maar wanneer je dan cutscenes ingaat, dan ben je alsnog weer bijvoorbeeld in episode 1 is het met Qui-Gon Jinn en Obi-Wan. Dus ja, maar dus het kan, hè. Je kan gewoon lekker heen en weer. Ja, maar dat is gek, want aan het einde van als je zeg maar verder, als je je story level haalt, dan brengen ze het alsof ze een soort van bieden en nu kan je free play gaan doen, maar je kan eigenlijk al terwijl je gewoon de story speelt, kan je ook gewoon free characters kiezen. Ja, dus ik snap niet helemaal wat daar de... Nee, en dat is ook het ding. Wanneer je dan iets uit hebt gespeeld, dan is het zo van, ja, oké, ga nu maar door naar het volgende. Het is niet dat je denkt van, oh, wauw, nu kan er dit of nu gebeurt er dit. Ja, behalve dus de unlock, maar... Ik vind het een hele moeilijke game om een premium review van te doen, omdat het gewoon, ja, het is gewoon leuk. maar het heeft inderdaad niet meer diepgang, dus we kunnen ook niet een soort van over die diepgang hebben. Nee, dus het is op nu, onze stof over wat we erover kunnen zeggen. Ja, behalve dat ik nu wel naar huis wil om Grogu achter me aan te hebben. Ja. Dus dat, wat dat betreft heb ik dan wel weer zin om toch weer even een uurtje of een half uurtje in die wereld los te gaan. Nou, kijk, voor mij zit voor hier gewoon de appeal in. Weet je, mijn neefje vindt dit fantastisch. En gewoon samen met dit je neefje op de bank, weet je, couch co-op. Dus niks vetters. Ook slim, hè? Dat je sommige mensen versta je niet. Tot je switcht naar een andere character. En die spreekt wel die taal. En dan is het wel ineens leesbaar. Nee, dat is fucking briljant. Ja, dat is toch grappig dat erin zit. Maar dat is het. Het is briljant. Het is alleen. Het is, ja, de gameplay laat niet eens te wensen over. Het is gewoon. Ja, de gameplay is strak, maar wel te weinig. Precies wat Koos zegt. Er is geen gameplay loop die je laat. Want waarom speel je dit inderdaad? Wat is... Ja, voor het verhaal. Kijk, het verhaal is heel uitgekleed en rush je doorheen. Ja, dat wou ik dus zeggen. Van het verhaal. Dat is. Heel erg simplified. Het is echt heel erg versimpeld. Vooral voor kids. Want waar ik me een beetje aan stoorde, was gewoon, ik vind het vet gedaan. Het is funny. Het is goed qua cutscenes ook in elkaar. Steekt het in elkaar. Maar het ding is, van ze gaan zo hard door bepaalde plotpoints heen. Zo hard. En sommige dingen slaan ze in hun volledigheid zelfs over. Zeker. Denk zoiets van, oh, dat is wel zonde. Weet je, gewoon ik als Star Wars fan vind het zonde. Je kent het verhaal toch al? Dat is niet dat je... Nee, maar ik vind het juist dat ze een leuke twist qua humor erop doen. Dus dan wil ik juist... Maar dat is eigenlijk ook ergens wel een compliment voor de game. Dat ze iets doen met het verhaal wat nog enigszins nieuw genoeg is. Dat het voor ons, die de films al 100 keer hebben gezien, nog leuk is. Te goed begrijpbaar. En, precies. Dat is wel het uitgangspunt geweest, denk ik. Ja, ja dat is inderdaad gewoon... mooie conclusie, denk ik. Jij hebt er dus lol mee gehad. Ik heb er echt. Ja, ik heb er nog steeds lol mee. Ik ga hier ook nog wel even lol mee beleven. En niet aan één stuk door, maar af en toe gewoon even mijn Star Wars fix. Vind ik het zeer vermakelijk voor. Ja, nee. En gemoedelijk. En ik hou van gemoedelijkheid. Als ik 's avonds thuis kom na een harde dag werken. Ja, ik ook. En dan, ik zoek dat op in series. Dus dan is dat inderdaad anders dan dit. En ik vind het voor een game, als ik dus... Kijk, ik wil dus gewoon escapisme. Ik wil ergens helemaal in weggezogen worden. Hier zit ik de hele tijd geconfronteerd met het feit dat ik een vrij oppervlakkige game aan het spelen ben. Maar laat ik nog één ding vragen dan. Want ik had het gevoel dat jullie hier zelfs wel een beetje tegenop zaten te hikken. Dat jullie helemaal geen zin in deze game hadden. Ja. Ik was al... maar wat dat betreft zijn jullie toch wel enigszins positief verrast. Ja, zeker. Maar daarom zei ik ook in Brief van Maandag van, als ik één woord mag zeggen over deze game, verrassend voor mij. Want het is verrassend beter dan dat ik dacht. En ik zie absoluut de appeal. En ik ga denk ik ook nog vaker gewoon spelen. Sowieso de hele Skywalker saga even uitspelen. Maar vooral gewoon couch co-op. Daar schijnt hij voor mij echt
perfect. Met de kids erbij, met kids erbij en wat dan ook. Dat is inderdaad misschien ook echt hoe je moet gaan spelen, inderdaad. Want ja, ik weet het niet. Weet je, nogmaals, precies eigenlijk wat Koos zegt. Er zit heel veel kwaliteit in, maar er zitten ook een paar plekjes waarop ze duidelijk inderdaad hebben moeten kiezen voor toegankelijkheid voor kids. Waardoor het voor mij gewoon zelfs voor mij te makkelijk is. Maar vooral inderdaad dat er niet een hoek is om het door te spelen. Nou kijk, dat is ook het ding, weet je wel. Er is geen diepgang. Je zou bijvoorbeeld hele vette dingen kunnen doen samen om bijvoorbeeld bosses te verslaan. Dat is het niet. Het is allemaal, alles is recht toe recht aan. Ja. Weet je wel, je hoeft nergens over na te denken. Druk gewoon schieten in en zwaai die camera om je heen. En uiteindelijk is iedereen dood. Maar schieten, hè? Jullie doen geen Jedi shit. Jullie zijn wel de hele tijd aan het schieten. Ik doe ook wel Jedi shit. Als je een Jedi bent, zeker. Wel, ja. Ja, oké, maar wat waar kozen jullie voor? Mind tricks vooral veel. Gebeurt ook, ja. Ja. Maar daarom, zit er ook in. Weet je, dat zit er allemaal in. Maar waar spelen jullie het liefst mee? Ik vind schieten wel leuker dan het Jedi. Wie was je character? Wie was je ride or die? Ik was Finn. Oh, je was Finn. Vet. Ja. Luke Skywalker. Maar gewoon wel met een lightsaber. Ja, precies. Ja. Die heeft hij ook wel. Ja, nee, maar daarom. Ja, maar hij heeft ook een gun op het begin, zeg maar. Maar met lightsaber vind ik net iets leuker spelen, denk ik. Ja? Het is tof. Het blijft tof om gewoon kogels terug te reflecteren. Ja, dat is ook. Maar ja, ik vond het dus ook heel leuk om die helmpjes af te zien. Ja, dat vond ik dan weer heel fijn. Ja, is het ook. Is het ook, zeker. Dus dat is volgens mij de enige conclusie die we kunnen trekken. Het is sowieso voor iedereen leuk. Maar als je kinderen hebt, dan is dit om samen te spelen echt helemaal de shit. Want anders is het, voor volwassenen heeft dit niet genoeg diepgang, tenzij je soort van zoals jullie incapabele debiel bent. Nee, maar meer zo erg. Graag de lore van de franchise. Als je een net gewoon andere een manier echte Star Wars fan bent, dan vermaak je de heus vast. Maar het zit hem in de muziek, de geluidjes. Het is gewoon heel leuk. Het is gewoon een leuke nieuwe manier om weer een keer Star Wars door te lopen in plaats van weer alle 9 films te gaan kijken. En goed uitgevoerd. Ja. Dus ja.